Focus op de stand van zaken. Het aantal aanmeldingen van kinderen met braken, diarree en koorts bij de polies neemt toe. Dr. Anders Marjorie Meuringen geeft ouders advies hoe hiermee om te gaan. We hebben de afgelopen periode, eigenlijk al enkele weken, maar dus sinds het afgelopen weekend of de week ervoor, hebben we dus een piek gemerkt in het aantal aanmeldingen, zowel op de poli als op de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis, van kinderen met braken, diarree en koorts. En we hebben gemerkt dat de kinderen best snel uitdrogen met alle nare gevolgen van dien. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders begrijpen dat dus braken, wat het probleem eigenlijk is bij braken en diarree, het grootste gevaar is de kans op uitdroging. Als de kinderen braken, en kijk, één keer zeggen we altijd is geen, maar als je binnen enkele uren merkt dat je kind 3-4 keren braakt, dat het van belang is dat je naar de huisarts gaat, omdat die dan een middel kan geven dat in ieder geval het braken stopt. Als diarree erbij komt, dan maak je de kans op uitdroging natuurlijk nog groter. Diarree bij kinderen wordt niet gestopt, maar het braken kan je dus wel stoppen, waardoor de kinderen goed kunnen drinken. En doordat ze flink drinken, voorkom je eigenlijk dat de kinderen gaan uitdrogen. Want dat is eigenlijk het grootste probleem bij braken, diarree, uitdrogingsgevaar. Dus kortom, als je merkt dat je kind meer verliest, en verliest middels braken of diarree, dan dat je kind naar binnen krijgt, dan moet je direct naar de huisarts. Dat is de eerste stap. Niet doen is lang wachten totdat je merkt van hey, het gaat niet, mijn kind plast niet meer, mijn kind wordt slap en suf, mijn kind reageert niet meer. Dan is het eigenlijk een beetje laat, dat zijn de alarmsignalen en dan rennen we een beetje achter de feiten. Want dat wil zeggen dat het kind dus ernstig uitgedroogd is. Dus op tijd aan de bel trekken, op tijd iedere keer erop letten dat als je kind, stel dat je kind alleen diarree heeft, erop letten dat elke keer als je kind poept, dat je kind laat drinken. En nogmaals, als je merkt dat er eigenlijk een evenwicht komt te verstrijken tussen wat je kind naar binnen krijgt of verliest, dan moet je direct aan de bel trekken naar de huisarts gaan. En die zal dan het kind evalueren en kijken als het kind verwezen moet worden naar de tweede lijn, dat is de kinderarts, om te kijken of die eventueel opgenomen moet worden of met strakkere instructies dat het toch nog wel goed gaat thuis. Dus wat we eigenlijk hebben aangegeven bij dit overleg is dat er een noodsituatie is ontstaan, dat de druk op de spoedeisende hulp veel te groot is. Zij kunnen het aantal kinderen dat zich aanmeldt niet aan. En dan krijg je allerlei natuurlijk vreselijke gevolgen van dien en dat willen we zeker niet hebben. Als Surinamer, maar zeker niet als kinderarts. We hebben dus nagedacht over welke posten kunnen we nog meer openstellen, zodat de kinderen buiten de politieden van de artsen naartoe kunnen gaan. En dat moet nog even goed bedacht worden wat dat wordt. En we willen ook in het academisch ziekenhuis ervoor zorgen dat de kinderen naar een andere locatie eventueel gaan in plaats van naar de spoedeisende hulp. Maar u begrijpt, daar hebben we allemaal personeel nodig en het is nog steeds een groot probleem. Er is een enorm personeeltekort. Waardoor we dus echt goed moeten nagaan wat is wijsheid. Want natuurlijk de andere kinderen met andere ziektes, die moeten ook behandeld worden. Dus het is nog concreet, zijn we nog aan het nadenken. En we hopen in ieder geval morgenochtend al echt concreet te kunnen aangeven aan ouders wat te doen buiten de politieden. Maar de eerste stap is nog steeds de huisarts. Als je merkt dat je kind diarree heeft, dan is het van belang dat je kind drinkt. Ouders vinden het altijd, zijn altijd een beetje stressend en terecht ook. Als de kinderen ziek zijn en niet willen eten, ik leg ze altijd uit. Als kinderen ziek zijn, willen ze niet zoveel eten. Dat is op zich niet zo'n grote ramp, maar vocht naar binnen krijgen, dat is heel belangrijk. En dan geven de kinderen initieel van wat de dingen die ze lekker vinden. En dan zeggen we of het nou een waterijsje is, kokoswater, Gatorade. In ieder geval de kinderen moeten drinken. En natuurlijk als we merken dat de kinderen zoveel verliezen hebben dat ook een stoornis kan optreden in hun suiker- en zouthuishouding, dan is het wel van belang dat ze dus diosol drinken. Want diosol is dan een goede samenstelling. En hoeveel geef je kind te drinken als je kind 10 kilo weegt? Iedere keer als je kind diarree heeft gehad, geef je kind ongeveer 100 milliliter te drinken. In de medische termen zeggen we dus 10 milliliter per kilo. En dat geef je kind dus iedere keer te drinken. En dan zorg je er zo voor dat je kind niet uitdroogt. Bij braken, als je kind 10 kilo weegt, dan geef je kind ongeveer 20 milliliter te drinken. Dat is dus ongeveer 2 milliliter per kilo. Heel belangrijk bij braken is, als je medicatie hebt gehad, of het nou van de huisarts is of de kinderarts, ondansetron, dat helpt probaat bij acute gastroenteritis. We geven liever geen andere middelen, zoals domperidone en grafol, echt alleen ondansetron. Laat je kind dat drinken.
Wacht ongeveer 30 minuten voordat je voeding of vocht toedient, niet eerder. En als je dat gaat geven, kleine hoeveelheden. Als in de kinderen dorstig, geef gewoon kleine hoeveelheden, want als je te veel geeft, gaan de kinderen braken. Maar natuurlijk, als je kind zo uitgedroogd is dat het zoveel wil drinken, en dan is het geen tijd meer om je kind thuis te houden, dan moet je echt hulp gaan zoeken. En SEH is er natuurlijk altijd nog, alhoewel de druk heel hoog is. Wees u niet bang om uw kind te brengen naar de spoedeisende hulp. Zit u niet met een doodziek kind thuis omdat u bang bent om naar de spoedeisende hulp te gaan, want ze gaan mijn kind toch niet helpen. Gaat u alstublieft er naartoe. We werken als team heel erg nauw samen om te hopen dat we deze situatie heel gauw onder controle hebben en dat we niet onnodig meer Surinamers verliezen. Focus op de stand van zaken.